Vandaag hebben we een hele bijzondere dag. Wij gaan iemand ontmoeten waar ik al zo lang mee bezig ben. Smeer dat? Deze jongen is aan het trainen zodat hij uiteindelijk tegen hem kan vechten. En wie is hem, dames en heren? Hij heeft natuurlijk ook gewerkt aan zijn worstelen, maar... Moet je geen spesjes hoeven te doen. Nee. Ga je vandaag boksen? Ja? Waarom doe jij niet mee? Huh? Als jij meedoet, dan doe ik ook mee. Jij doet mee en ik vlog voor je. Nee. Heel Ibrahim, wai wai, heel echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brain, brain. Bilal, mag ik je succes wensen? Succes, hè? Echter? Echter, man. En go, gaan we weer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En schakel terug. Blijf doorgaan. Bilal. Uitstoten. Echte mannen. Laatste keer, go! 10, 9, 3, 2, 1. Ze zijn wel serieus aan de slag. Dat kan je wel horen. En dit kan je zien. Maar de reden dat ik zelf niet meedoe is omdat ik al de hele week train met deze man. Dus het wordt me een beetje te zwaar. En lichamelijke rust is ook belangrijk, zodat je hier goed blijft. 2, 5, 4, 3, 2, 1. Netjes. Gaan we lekker beweeg gewoon plek houden. Onderom gaan. Knieën omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, ga door. Gnel, hè? 4, 5, 6. Ewa. Het is eindelijk gelukt, hè? We zijn er, hè? Wallah, man, wallah. Sterk. Ja, toch? Ja, zeker. Wallah, ik ben nu, ik volg nu ongeveer 2 jaar of zo. Ik heb echt naar uitgekeken naar dit moment. Ja, Leila, ik ook. Echt. Want, het is er nooit van gekomen, maar vandaag we zitten er. Maar je hebt je aan je afspraak gehouden. Altijd, broer. Ja, dat maakt niet uit. Ja, we doen ons best. Allah, man. Maar wat is jouw eerste indruk van Bille? Ja, lachen, man. Ik heb Bille wel eerder al meegemaakt. Op de sportschool. Ja, laatste keer op de sportschool. Ja, toen was jij er volgens mij. Nee, klopt. En daarvoor ben ik hem ook wel eens tegengekomen. Maar leuk, man. Gewoon. En wat voor gevoel krijg je bij hem als je hem ziet? Ja, je vreugde, man. Je wordt gewoon blij als je dit ziet. Toch? Dus aan het begin was even een beetje kat uit de boom kijken. Ja. Hij dacht, wie is deze gekke man hier weer aan het vechten? Maar, maar hij heeft geen steeds losser te worden. Jawel, hè? Ja. Dus hij heeft nog eventjes nodig, maar dan komt hij helemaal los. Jawel, nog eventjes. Ja, toch? En nu ben je volop bezig. Wanneer is jouw eerste volgende wedstrijd? Inshallah in juli. We zijn nu deze week, inshallah, gaan we de contractonderhandelingen voor een nieuw contract met Bellator afsluiten. En dan eind juli dan vecht ik inshallah in Amerika. Dat is geen grap, man. Ja, het is wel iets wat ik ernaar heb uitgekeken, man. Dus, en is dit je enige, zeg maar, met dat boksen, dat is je enige manier van geld verdienen? Of zijn er dingen die je, meerdere projecten of meerdere... Nee, ja, ik heb bepaalde andere kleine dingen ook erbij. Maar één ding waar ik me in ieder geval focus, dat is dit, dat is vechten. Ja. Dat is puur en alleen omdat ik geloof zo in mezelf en ik geloof zo in waar ik ga komen. En het afgelopen jaar was verrot, man, met corona voor iedereen. Dus dat was een beetje een handrem voor mij, waar ik werd tegengehouden. Maar merk je dat ook aan je lichaam? Nee, aan mijn lichaam sowieso niet, want ik ben altijd aan het trainen geweest, man. Ik ben echt altijd aan het trainen geweest deze hele tijd. Alleen, het is een beetje moeilijk om je te motiveren. That's it. Maar ik ben altijd bezig geweest, man. Ja. En ik ben ook wel benieuwd, hoe zie jij jezelf over, want je bent nu 26. Hoe zie jij jezelf als jij, 35 bent? Als ik 35 ben, moet ik aan het eind van mijn carrière zitten en dan moet ik echt superster zijn, man. Ja? Ja, tuurlijk. Tuurlijk in de MMA-wereld, dan moet ik gewoon de man zijn daar, op mijn gewicht in ieder geval. En wat betekent de man zijn? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kampioen in de UFC, tegen de beste gevochten daar.
compleet vechter zijn. Ja, een groot voorbeeld voor anderen. Ja, gewoon wereldwijde bekendheid, man. Ja, we zagen net, je gaat volop op de foto met mensen en zo. Is het iets wat je leuk vindt of is het wel van, het hoort erbij, maar het is eigenlijk niet mijn ding? Nee, het is juist leuk, man. Ik weet nog, vroeger als kleine jongen, toen droomde ik hier altijd een beetje van. En het wordt nu alleen maar nog erger en erger, omdat ik geloof dat ik nog veel meer ga presteren en doen. Maar dit is, ja, dit is leuk, man. Ik geniet daarvan, tuurlijk. Mensen geven je die waardering. Je kan niet zeggen van, ja, het hoort erbij, ik vind het niet leuk. Mensen waarderen je om wat je doet, om wat je hebt gedaan, om wie je bent, om wat je represent, om alles. Ja. De home waist training. De waist training. Ik dacht, hij komt naar mijn borst. Als hij trapt, gaan wij naar de buitenkant. Goed. En dan naar de buitenkant stappen. Hij zweet gewoon, hoor. Kom terug met de binnenkant lopen. Yes, ik haal mijn balans. Daar ga ik naar. Yes. Deze hand is mijn verzekering. Lekker. Yes. Die staat voor de zekerheid. Nog meer? Stel je voor, hij zwaait door. Want altijd. Ja? Ja. Je gaat dus twee stoten maken. Alleen links en rechts. Ja? Zo hard als je kan. Kom zo. Gewoon hard. Zo. Zo hard als je kan. Deze hier en die daar. Ja? Alleen. 1, 2, oké, nou dat is keihard, ja? Heel goed, go. Goed, yes. Ga door, ga door, ga door, ga door. Harder, man. Harder, man. Wacht even. Ik moet dan Wacht even. Hij is bezig. Alleen is die kalf bij jou. Weet je hoe we doen met die klappen van Bielen? Ja, wat dan? In Marokko noemen we die boerenpetsers. Dat zijn die boerentikken. Geen controle, niks. Het is alleen maar die zwaai. En als hij je raakt, dan ga je slapen. Kijk. Zijn schouders. Hoe oud ben je nu? 13. Na deze sessie zijn zijn schouders misschien 50 of zo. 5 minutes later. Als je 9 van 10 keer stukje van onderuit van de rug. We controleren hem van onder, vanaf hier. Yes? En dan vanaf daar, als hij trapt, boom. Eerst wat we gaan doen, deze naar voren halen. Dan kan je hier schroeven of je kan terugkomen met iets anders. Wat wij gaan doen is na die jab, boom. Hij komt met die, controleren, gooi hem die kant uit. Automatisch, zijn hoofd gaat die kant uit, vang hem op. Met een trap naar het hoofd. Yes? Simpel. Linker jab. Boom, oefen deze. Bam, vast. Yes, deze. Nog een beetje. Vast. Nog een keer. Ja, ik kan hem jacken. Boom, hij komt. Vast. Gooi hem die kant uit. Vang hem op met die linker trap. Yes? Simpel. Nog een klein beetje, kom. Ja, vast. Draag hem. Let op, als je die hebt, niet alleen gooien. Deze. Nog meer? Oh, klaar. Ja, je moet naar balans trekken. Klein beetje. Kom, jij komt met die trap, gooi hem weg. Nu is het goed, ja? Nee, jij komt met die trap. Jij komt. En je hebt naast boksen heb je ook een leventje. Heb je kinderen eigenlijk? Ik heb 2 kinderen, man. 2 kinderen? Hoe oud zijn ze? Mijn zoontje is pas 4 geworden en mijn dochtertje is 2,5. Wow, jij zit nog in die fase dat ze nog pittig zijn. Nu begint het steeds minder te worden. Maar kijk, mijn zoontje, die is nu 4, dus hij luistert al goed en alles. Mijn dochtertje moet ik af en toe nog een beetje. Ja? Maar ze zijn super lief, man. Ik zweer het. Is het leukste wat er bestaat. Toen is mijn leven pas eigenlijk begonnen, man. Vanaf kinderen. Maar wel jong. Ja, ja. Ik was eigenlijk ook jong, want mijn zoon is nu 9 en mijn dochter is 6. En je bent hoe oud? verboden vraag. Sorry. Nee, ik ben 35, man. Oh, dan was je er vroeg bij. Ik was iets met 23, 24 volgens mij. Ja, leuk, man. Ja, ik was 21 of 22. Ik geloof 22. Ja. Ja. Ik zeg eerlijk, ik vind het wel lastig. Omdat ik zo druk ben, merk je gewoon, ik heb echt weinig tijd voor ze. En omdat je gewoon echt puur met jezelf bezig bent, met je carrière, zeg maar. Ervaar jij dat ook zo? Ja, heel erg, man. Maar ik weet niet, ik heb een soort van schuldgevoel heel vaak naar mezelf. Want ja, ik train 's ochtends, ik train 's avonds. Plus daarnaast, ik reis ook veel om te gaan trainen. Maar dan kom ik bijvoorbeeld een keertje thuis in de ochtend, nadat ik heb getraind, dan ben ik totaal los. Maar ja, dan moet ik gewoon naar buiten met hem, om gewoon te gaan spelen of iets. Ik ben kapot, maar ik moet het gewoon doen. Jullie toch, omdat ik me een soort van schuldig voel naar hun anders. Dat ze dan thuis zitten of omdat ik moe ben. Maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk tijd die ik heb, zeg maar, gewoon met hun door. En ik denk alhamdulillah dat ik het heel goed doe. Mijn kinderen zijn gek op mij en ik op hun natuurlijk. En zegt dus, die van 4...
Heeft hij niet wel eens iets gezegd wat jou dan raakt? Ja, zo vaak, man. Maar dat hebben ze zelf niet door. Ja, dat zijn kleine dingen, man. Puur, als het, omdat ja, puur omdat is. Het puur is, precies dat. Maar dat zie je bij Bilal ook. Je ziet echt puurheid. Ja, 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 ja. En dat blijft het leukste daaraan. Maar ze hebben het niet door. Maar kleine dingetjes, als ze gewoon uit hunzelf gewoon zeggen: papa, love you. Ja, 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 ja. Ja, voor hun is gewoon, ze zeggen maar. En, maar zegt hij ook bijvoorbeeld iets dat je bijvoorbeeld te weinig bent of zo? Nee. Mijn zoon, die, er was een moment, zie ook 4, 5, ja. dat hij wel aangaf. Ja, nee, hij zegt het niet, maar hij is wel heel bewust van wat er gebeurt. Als ik wegga, papa, ga je trainen? Of ja, papa, je gaat weer trainen? Of, snap je? Ja. Dat soort dingen. Maar ja, heel af en toe wel eens van, oh, moet je nou weer trainen? Of zegt papa, moet echt gaan trainen? Dan zegt hij, nee, ik wil spelen of ik wil iets. Ja. Maar niet van dat hij zegt van, ja, ik wil dat je blijft of iets. Ja, over het algemeen maak ik echt heel veel tijd met ze mee, man. Ja. En daar kan ik er nog een hoop van leren, man. Ja, iedereen heeft zijn leven, bro. Ja, snap je? De een is van 9 tot 5 bezig en daarna slapen de kinderen al heel vroeg. De ander, ik heb iets meer tijd en ja, mijn lichaam is, vaak ben ik gewoon moe van het trainen en alles. Maar ik probeer het gewoon zo in te delen dat het allemaal gewoon een beetje lukt. En ik hoop gewoon dat ik het goed doe en ik denk dat ik oké ben. Inshallah, man. Inshallah. En, maar Stefan, hij komt naar je toe en hij zegt, ik wil op kickboksen. Ik hoop het niet, man. Serieus? Ja, echt. Ik krijg deze vraag echt heel vaak. Maar ik weet niet, man. Ik neem hem wel eens mee naar de sportschool. Dus hij weet echt precies wat er gebeurt. En hij ziet ook dat ik aan het trainen ben. Dat ik aan het petsen ben. Of dat ik aan het worstelen ben. Dus dat ziet hij wel. Dus hij weet wel echt van wat er gebeurt. En hij wil ook graag. Hij is zelf ook heel energiek en alles. En ik word ook een beetje bang als mijn familie zegt van, ja, zo was jij ook vroeger. Of jij was misschien nog iets erger vroeger. Dan denk ik, shit, man. Ik hoop niet. Ik hoop dat hij gewoon lekker gaat voetballen, man. Ja, toch wel. Ik hoop echt dat hij gaat voetballen. Had je niet verwacht, man? Ja, ik weet niet. Ik weet niet, man. Ik weet wat ik heb moeten doorstaan en wat ik heb moeten doen. En pijn en leed wat ik heb moeten leiden. Wat mijn moeder heeft moeten leiden. Iedereen om me heen. Maar, en we zijn nog steeds niet waar ik wil zijn. Maar ik weet niet, man. Ik gun ze gewoon een makkelijker pad. Ja. En voor je dochter? Hey, ik hoor dat ze ballet gaat doen. Of iets. Als er iets is, dan moet ze de vader bellen. Of ze heeft nog een paar ooms. Maar kickboxen is dat... Nee, als ze wil. Als ze zou willen. Maar mijn dochtertje is echt zo'n poppetje. Ja, toch? Ik heb precies hetzelfde. Ja, ze houdt echt van met Barbie spelen. En met, weet ik veel, Hello Kitty dingetjes. Ja. Toch? Alles met roze jurkje, Frozen. En ik hoop dat het zo blijft. Maar ik weet niet. We gaan het zien, man. We gaan het zien. Als het zo ver komt en ze zou graag willen kickboxen. Ja, ik moedig het wel. Vooral bij haar moedig ik het aan. Dus we blijven toch meisjes, man. En ik ben een beetje bang voor deze tijd, broer. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt om je heen. Ben je bang voor je dochter dan voor je zoon? Nee. Ik ben bang voor mijn dochter alleen, man. Hoelang? Ja, echt. Maar ik weet niet, omdat het een meisje is en als vader, als papa zijn, is anders toch? Dan ben je bang van, ik weet niet, kijk, mijn zoontje, ik zie al gelijk aan hem, die redt zich wel. Ja, gooi hem maar voor de leeuw. Ja. Maar het dochtertje blijft anders, man. Is kwetsbaarder. Is kwetsbaarder, man. Op een of andere manier ook, als mijn dochtertje ziek is, dan klaar, is helemaal, alles is verpest. Dan wil ik niet gaan trainen, wil ik niks doen, met tegenzin doe ik dingen, denk shit, man. Word je helemaal gek. Met mijn zoontje ook natuurlijk, maar ik weet niet, op een of andere manier, bij hem heb ik wel zoiets van, hij redt zich wel. Ja, toch, hij moet een man zijn. Ja, zeg maar. Razzel gewoon. Ja. Ja, ik ben benieuwd, man. En je dochter, heeft je dochter een betere band met jou? Nee, ik heb met allebei mijn kinderen wel. Ja? Ja, allebei hetzelfde, man. Ik merk dat mijn dochter meer naar mij toe trekt. Ik heb met allebei wel, ze zijn allebei wel echt papa. Maar ik zie niet echt een verschil van, nee, ze zijn allebei wel gewoon. Ja, ik merk wel echt een verschil. Ja? Ja, man. Mijn dochter die komt echt meer naar mij toe. Ja. Ze heeft ook echt mijn karakter, wat me bang maakt. Ja. waarom? Ja, ik was een pittige jongen, tenminste niet pittig. Ik was heel erg aanwezig en op een gegeven middelbare school populair en dat soort dingen. Ja, dat wil ik niet voor mijn kinderen, man. Ja, ik snap. Terwijl mijn zoon, die is juist, Ryan, is heel gevoelig. Ja. Terwijl ik tegen denk van, bij mij hebben ze allebei de kanten een beetje. Ze zijn heel erg aanwezig, heel druk en alles, maar ook dat hele lieve, dat weet je toch? Dat zit ook gewoon in, man. Dat is leuk, dat is echt leuk. Maar je vertelde van, jij was ook best wel pittig vroeger. Ik was super pittig, man. Maar geef eens een paar voorbeelden. Wat deed je dan bijvoorbeeld? Ik was die hete saus die je gewoon op de kip doet. Die was ik. Je weet toch dat wanneer je die Madame Jeannette eet, dat je begint te springen? Dat was ik. Ja, man. Gewoon als kleine jongen al. Ik was altijd aan het vechten. Altijd druk. Mijn zus zegt altijd, jij als kleine jongen, je hing in de gordijnen, man. Ja, ik kan me heel veel dingen herinneren, maar ook heel veel dingen niet die ik later hoor. Denk, oh shit, man. Maar gewoon, ik was heel aanwezig, heel druk.
Ik had een jonger broertje, misschien die heeft wel het voor duur gekregen. Wat, hoe groot is jullie gezin eigenlijk? Ja, wij zijn met zessen, man. Dus, ja, hoeveel meiden, hoeveel ik heb, kijk, we zijn zeg maar met z'n zessen. Ik ben de vijfde, dus ik heb één jonger broertje, maar die schelen we anderhalf jaar. En dan, dan heb ik twee oude broers, twee oude zussen nog. Oké. Okay. Ja, man. Maar af en toe kreeg je ook een beetje knietjes van hun? Of wat? Ja, ik, niet echt. Kijk, weet je, tussen mij en mijn broer, de broer die zeg maar ouder is, die zit, even kijken, moet ik het goed zeggen. Er zit volgens mij 10 jaar tussen, 10 of 11 jaar. Ja, dat is... Hey, 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 hey. Willem! Heb je een fiets geregeld? Oh, jongens, toch. Ja, jammer, dat zien jullie dan weer niet, hè? Ja, maar kijk hier, alle kleine jongetjes lopen dan. Als goed, jongens. Ja. Hou vast. Hou pas. Hou pas. Hou pas. Hou pas. Hoog. Pas houden. Pas houden. 10, 9, 8, 7, 6. Goed zo, Willem. 5, 4, 3, 2, 1. Rust, ouwe. Zie je. Het is Spices of Marrakesh, the master in spices. Het juiste adres voor al heerlijke unieke smaak en kruidenmixen. Onze kruiden worden door onszelf geproduceerd in onze eigen fabriek. Bestel nu eenvoudig via onze webshop, spicesofmarrakesh.nl. Of bezoek een van onze vestigingen. Voor groothandelsaanvragen kunt u contact opnemen. Yeah, yeah. Nu ik win is het makkelijk om mijn naam te roepen. Veel aan mijn hoofd is die hasje plas, de spaardenbloem. Mijn eigen route zie mij niet mengen in grote groep. Met 25 heel de wereld aan mijn voet. Zeven. Abraham komt eraan met Bielen. Daar zijn we. Daar zijn ze. Ja, win, ja, win. Oh. Wat heb je daar? Lauwenberg. Dadeltjes. Wow, deze vind ik lekker, man. Kijk eens. Dankjewel, vriend. Wat zeg je dan? Oh, shit. Chocola, groot vriend. Kijk eens. Ja, dankjewel, ja, ja, man. Chocoladingen en zo. Ja, zeker. Dan kan je me even wakker maken, boys. Dankjewel, Bilal, vriend. Ik ga deze lekker eten. Bilal. Nou, mensen, sowieso. Vergeet alsjeblieft niet... Wat? Oké, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren. Want wij zijn echte, 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 echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Positiviteit. Positiviteit. Mensen, volg hem. Alles staat in de beschrijving. En super bedankt voor het kijken. Alleen maar liefde. Are. Are. Waarom alleen hem? Hé, waar jij? Ik vind het altijd leuk om hem zo aan te pakken. Positiviteit, dan wat liefde.